eigenlijk, we zijn helemaal niet ontevreden. De uitslagen laten het vandaag niet echt zien. We zitten echt een beetje in de middenmoot van de IRC 1. Alleen lieten de weersomstandigheden, daar heb ik vandaag een beetje pech gehad. Omdat de boten die vooraan voeren, die hielden wind. Terwijl in het achterveld de wind wegviel. Nou, dan krijg je hele rare verschuivingen in het veld. Maar we zijn, ondanks dat we de boot nu zeg maar, vrij kort leren kennen, zijn we heel erg tevreden met de progressie die we boeken. En we kijken uit naar de dag van morgen. Als het weer een keer een dag kwijt, dan denk ik dat iedereen ons, dat we weer gezien worden door iedereen. Als team zijn we behoorlijk goed op elkaar ingespeeld. Alleen op de boot nog niet. De boot, ja, dat is net zoals een auto die je leert rijden. Je moet even weten waar de juiste standjes zitten voordat je het maximaal eruit kan halen. En daar leren we dus elke dag veel van. Dus elke dag gaan we weer een stukje harder. Weten dat we met deze boot, als het wat harder waait, dat we dan met deze boot goed weten dat we hard kunnen gaan. Dus in dat opzicht is onze setup voor morgen weer van jongens ervoor zorgen dat we morgen in de voorste geledingen meevaren. Of je nou met weinig wind of met veel wind op het water hebt gezeten, vereist is altijd om toch alle materialen na te lopen om te kijken of alles nog in orde is. En er gaat straks nog iemand in de mast om de mast te controleren. Of daar geen rare dingen zijn. Dus dat we morgenochtend gewoon ons helemaal kunnen focussen op team en snelheid en de weersomstandigheden.